We zijn bij Landhuis Bloemhof. Mijn naam is José Tissen. We zijn bij de tentoonstelling Unlocked, Treasures of Curaçao. En ik neem jullie mee op een rondleiding. We staan hier bij het werk van Suzette Rosaria. Het valt op omdat het zo enorm kleurrijk is. De kleuren spatten er vanaf. En het is een triptiek. De panelen aan weerszijden van het middenstuk. Daar heeft ze een karyatide geschilderd. En ze heeft er een Afro-Caribische tint aangegeven door de karyatide een hoofddoek te geven. En ook door de vorm van het lichaam te accentueren, het accent te leggen op de brede heupen en de brede bovenbenen, wat zo typerend is voor ons volk. Ja, dit is het werk van Frances Sling. En het is enorm kleurrijk en het is niet bescheiden. Het werk heet Reina Chichi. En een heel klein, vrij meisje met een ondeugende blik op haar gezicht, die draagt een enorme hoofdtooi. Die enorme hoofdtooi die is opgebouwd uit de bloemen van de flamboyantboom. En je ziet toch wel dat hij heel erg bezig is met de details. De bloemblaadjes zijn over het algemeen mooi uitgewerkt. Boven haar hoofd, een beetje verscholen tussen die bloemen, heeft ze een prachtige kroon met hele mooie edelstenen. En je ziet ook wel, het is in het midden, ze staat keurig in het midden van het werk. Het waait uit en er is toch een beetje balans door hier, dat je de takjes nog ziet. En het vogeltje, de kolibri die daar tussen de bloemen vliegt. Een heel mooi, vooral decoratief werk. Dit is het werk van Doggies. Wat je ziet is een netwerk van draden die door elkaar heen gaan. En het werk dat heet COVID Window. En het heeft ook een soort stressweb. Dat heeft hij in de omschrijving erbij gezet. En het staat heel erg symbool voor de periode tijdens de lockdown. Dat we niet goed wisten wat ons overkwam, hoe we erop moesten reageren. Het nieuws veranderde elke dag. En dat is helemaal vastgelegd in die draden, die kriskras bijna door elkaar heen lopen. En in die weerwar van draden zitten de kleine eilandjes met een doorkijkje erin. En in elk eilandje zit ook een object. En die objecten die zitten een beetje vast en ze willen er ook naar buiten komen, maar het kan niet. En het is heel symbolisch voor hoe de kunstenaar zich op dat moment moet hebben gevoeld. En de vraag was op dat moment ook van, wat moeten we eigenlijk doen? Moeten wij nu gaan leven als een zombie? Of moeten wij toch maar het risico nemen om zo menselijk mogelijk te blijven? Het mooie van de titel die hij heeft gegeven, COVID Window, is dat je er even, ik moest er even naar kijken voordat ik zag wat hij bedoelde, want eerst zie je alleen maar de letters en dan realiseer je dat hij de twee woorden COVID en window in elkaar gevlochten heeft geschreven. Net zoals ook het werk helemaal in elkaar gevlochten is. Net als bij Doggies heeft ook de kunstenaar Pieter Pollo heel duidelijk moeite gehad met de periode van de lockdown. En hij heeft een werk gemaakt met de titel Panikas. Ik denk dat we allemaal al die 6-8 weken hebben rondgelopen in onze huiskleding. En hij heeft waarschijnlijk die kleren gebruikt om dit werk te maken. Het is met schroeven, met punaises vastgezet. Misschien omdat ik katholiek ben, denk je dan meteen aan de kruisiging. Maar
Het geeft wel aan de wanhoop van de kunstenaar om opgesloten te zitten. En je ziet het ook aan de titel. Por favor, amor, aurore. Dus ja, de roep eigenlijk om liefde en de roep om zo snel mogelijk naar het normale terug te kunnen. Het zit heel sterk in dit werk. Ik vind het heel mooi, heel krachtig. Heel krachtig uitgelegd. Kunst is altijd een uiting van onze emoties, van onze gedachten. En ik denk dat je dat hier in deze twee werken van Doggies en van Pieter Polo, dat dat heel duidelijk naar voren komt. Dit is het werk van Ellen Spijkstra, het heet Spheres and Stripes. Je ziet eigenlijk een bol die niet helemaal bolvormig is. En daar begint de spanning al mee. En verder heeft ze er heel veel in verwerkt. Dus zij werkt heel graag met contrasten. Maar die contrasten die moeten wel in balans zijn met elkaar. Zodat het geheel heel harmonieus is. En aan de ene kant heeft zij gewerkt met een soort reepjes. Dus op een bepaalde manier heeft gevlochten. Aan de andere kant is het helemaal egaal. En dan heeft zij, naast dat de kleur hier heel, als een zachte kleur, een beetje nature-achtig, heeft ze dan met goud, met gouden bladen, een beetje een contrast erin gebracht. Eigenlijk een groot contrast. Maar doordat het allemaal in balans is met elkaar, wordt het een heel mooi geheel. En die werken van Ellen Spijkstra, die werken eigenlijk met het licht. Het is, terwijl het licht verandert, verandert ook het werk. Als je eromheen loopt, verandert ook wat je ziet en dan verandert het werk helemaal. En ik denk dat dat de kracht is van haar werken. De manier waarop zij speelt met de verschillende verschillende texturen en die met elkaar combineert. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe zij werkt. Je ziet dit in alles terugkomen, of het nou haar totems zijn of haar wandobjecten. Dit gegeven zie je overal terugkomen. Dit zijn drie werken van Marlies Schoenmakers. Zij is keramist, net als Ellen Spijkstra. Het werk van Marlies is heel verfijnd. Ze werkt met een materiaal wat eigenlijk zwaar is, maar zij maakt het heel licht en heel luchtig. Ze is geïnspireerd door de lijnen van Curaçao, die altijd golven zijn, golven van de zee, natuur als de wind er doorheen blaast. Die golvende beweging die pakt zij vast in keramiek. En het is alsof zij net het moment pakt vlak voordat iets weer verandert en instort en weggaat. Het is alsof zij net dat moment pakt en dat vastlegt in haar keramische werken. Dus deze golvende beweging kun je voorstellen dat die golf zich voorzet en dan langzaam verdwijnt in het niet. We staan hier bij het werk van Rochelle Monte. Rochelle Monte is een amateurkunstenares en zij heeft tijdens de lockdown heeft zij verschillende schilderijen gemaakt. Ik wil deze twee wil ik bespreken. De onderste die heet Shield of Love. Die Shield of Love was tijdens de periode van de lockdown heel belangrijk, omdat we eigenlijk geen contact meer mochten hebben met elkaar. En daar was toch heel veel behoefte aan om naar elkaar toe te gaan, maar we moesten op dat moment, mocht dat niet. Terwijl er wel behoefte aan is, juist in zo'n moment van crisis. En het schilderij daarboven, de breakthrough, dan zie je een figuur die door de kranten heen breekt en naar buiten wil. En dat staat voor mij symbool voor toen de lockdown over was en langzaam de maatregelen werden teruggeschroefd en je dus niet meer
zo gespannen iedere dag naar persconferenties of later die dia luisterde, je de krant weer opzij kon zetten en dat we weer naar buiten konden en naar elkaar toe konden. En dat schilderij staat voor mij daar symbool voor. Dit werk van kunstenares Ria Houwen, het heet Lockdown Lamang. En de zee is iets wat haar altijd heeft gefascineerd. Ze heeft schilderijen van boven de zee, maar vooral hoe het lichaam, het menselijk lichaam in de zee, hoe het water het menselijk lichaam omarmt. Dat zijn werken van haar die we heel goed kennen, maar daar zit ook een soort luchtigheid in. Het zijn heldere kleuren die ze voor die schilderijen gebruikt. En de werken achter mij zijn eigenlijk tijdens de lockdown gemaakt. En daar zie je een hele andere zee. De kleur is veel donkerder en de penseelstreken die zijn veel, veel harder aanwezig. En je kan daaraan ook zien dat de lockdown, ook voor de mensen die wel konden werken, wel canvas hadden, wel materiaal hadden, een studio aan huis, dat dan hoe dat dan terugkomt in het werk, dat het palet verandert en dat de manier van werken verandert. Omdat het zoveel invloed heeft eigenlijk op het werk van iemand. Towards the Ocean van Susan Rudolph. Zij heeft hier een stronk koraal heeft ze gebruikt en daar heeft zij een mozaïek op gemaakt. Een mozaïek in de kleuren van de zee. En zij heeft een heel mooie spanning gegeven door de stal waar het op staat. Die staat een beetje scheef en daardoor hangt het werk er een beetje op en trekt ze het ook weer recht. Maar het balanceert en dat is wel heel erg mooi, want je ziet ook die golvende beweging van de zee erin. En voor mij staat het heel erg symbool voor de lockdown, omdat er ook de periode was dat we eindelijk weer mochten gaan zwemmen. En dat de stranden dus in bepaalde uren in de ochtend open werden gesteld en dat mensen daar ook heel erg gebruik van hebben gemaakt. Ja, twee hele kleine intieme werkjes van Johanna Franco Zapata. De bovenste heet Presente Iocente. En dus je bent er, maar je bent er ook niet. En het staat ook symbool voor de periode van de lockdown. Van, we zijn er, maar het is alsof de tijd stilstaat. En ze heeft het werkje, het is heel simpel, maar het is ook heel spannend. Omdat de diagonale lijnen. Die lopen net een beetje, ja, die lopen niet echt diagonaal, maar net in een andere hoek. En doordat ze dat in het midden, eigenlijk opzij van het midden, doorbreekt met een verticale gouden vlak en daarnaast een verticale witte vlak die je eigenlijk niet ziet. Dus het is er wel, maar het is er niet. Blijft het toch een schilderij waar je heel lang naar gaat kijken en wat blijft intrigeren. Het andere Juntos Revueltos y Separados, dat is een monochroom werk, maar ze heeft door middel van structuur, een hele fijne structuur die je eigenlijk alleen goed ziet als je er dichtbij bent, heeft ze daar toch iets anders van gemaakt dan alleen maar een blauw vlak. Wat ook heel leuk is, dat als je dichterbij komt, dat je ziet van hé, maar er is hier meer aan de hand dan dat ik dacht. Ja, we staan hier bij het werk van Vivi Rademaker. Net als Ria Houwen is hij een van de kunstenaars die tijdens de lockdown kon werken, is gaan schilderen. Vivi heeft het op een andere manier gedaan. Hij is gaan experimenteren. En bij hem zie je juist een bepaalde rust in het werk, een bepaalde acceptatie van de situatie. En in die rust gaan zoeken naar wat kan ik en
wat is er eigenlijk? Ja, onder hangen twee voorstudies die hij heeft gemaakt. Die voorstudies die zijn uiteindelijk uitgewerkt in het grote werk. En hij heeft het hele donker kleurenpalet, heel donker kleur gebruikt. Wat best wel moeilijk is, want zwart dat slaat vaak op dood, als ik het zo mag zeggen. Maar doordat hij werkt met verschillende gradaties, heel donkergrijs, wat lichter, wat donkerder, komt er toch een bepaald leven in het werk. En hij wisselt dat heel mooi af met heel fijne, felle kleuren. En doordat hij de opbouw van het werk, waarbij hij het niet strak in vier vlakken heeft verdeeld, maar dat hij daar ook een beetje mee speelt met hoe die lijnen lopen, wordt het toch een heel mooi geheel, wat heel rustgevend is, wat heel fijn is om naar te kijken. En ik verbeeld mij dat hij is geïnspireerd door de mooie ondergaande zon. Sinds dat de isla niet meer zo goed werkt, genieten wij allemaal en delen we op Facebook ook foto's met elkaar van de mooie luchten van de Atardi. En ik stel mij zo voor dat wat die rode, gele, oranje tinten, dat die hem ook geïnspireerd hebben om tot dit werk te komen. Annemieke Dieke heeft dit schilderij gemaakt. De titel is Who Saved Me? En net als Vivi Rademaker heeft zij dit schilderij gemaakt tijdens de lockdown. Maar ze geeft ook duidelijk aan van dat zij moeite had met die periode. Dat ze niet wist wat ze moest doen. En uiteindelijk waren het de persconferenties iedere dag om 11:30, waarbij Izzy Gerstenbloed ons kon vertellen hoe het was en wat we moesten doen, die haar de rust gaven om te weten hoe ze met de situatie om moest gaan en waardoor het eigenlijk toch nog goed kwam. En wat we in het schilderij zien is een meisje wat niest, heel hard niest, haar neus dichtknijpt. En dat niezen, dat mogen we eigenlijk niet meer sinds COVID-19. Dus het is wel typisch voor Annemiek dat ze juist dat eruit heeft gehaald en heeft uitvergroot en het schilderij heeft geplaatst. Ze heeft er een hondje bij gedaan, een lachend hondje, want ja, die honden waren eigenlijk alleen maar blij dat we de hele tijd thuis waren. En dan heeft ze verder hier in de hoek beneden, een beetje als een poesieplaatje, een portret van dokter Gerstenbloed, die ons een beetje toelacht en ons vertelt van dat het wel goed komt. Mits we maar onze handen wassen, niet aan ons gezicht zitten, thuis blijven, al dat soort dingen. We staan hier bij de Holyphone van Gwen Andersen. Want het leuke van kunst is, ze stelt veel vragen, de kunst stelt veel vragen, maar zij geeft soms ook antwoorden. En de Holyphone van Gwen is zo'n antwoord. Als wij het zelf niet meer weten, dan kunnen we het vragen aan de goddelijke entiteiten of zij ons de weg kunnen wijzen. En dat is precies wat deze telefoon doet. Je kan er een kwartje in gooien en als het geen antwoord krijgt, dan krijg je het kwartje terug. Maar ze noemt het ook een man-trap, want we zoeken de antwoorden buiten ons. Misschien is het beter dat als wanneer wij de hoorn oppakken, dat we stil blijven. En als we stil blijven en luisteren, dan krijgen we het antwoord. En dan merken we dat het antwoord, dat we zelf het antwoord weten. En dat we zelf richting kunnen geven aan hoe we verder moeten.